Stijver, ik wil in de kerk komen. Nee, het is dicht. Wat dicht? De deur is open. Je kan niet. De kerk is dicht. De kerk is vol. Is vol. Maar weet je dat zeker? Waar staat dat ergens? Ja, kijk in het evangelie. Kijk. Goed, we gaan het evangelie van vandaag erbij halen. Er kwamen mensen uit Judea, Jeruzalem, Idumee, het overige Jordaanse. Allemaal omdat ze gehoord hadden van Jezus. En het was zo druk dat ze inderdaad een bootje voor Jezus bij de hand moesten hebben. Uit voorzorg tegen de menigte. Dus de mensen komen van alle kanten. Ja. Dus we kunnen niet. We mogen niet allemaal hier. Ze komen uit Maastricht en Heerlen en Aken en Eigelshoven. En ze komen hier allemaal naartoe. Ja, zeker. Dijver, laat me eens eventjes bij. Ik wil eventjes kijken. Heel even. Kijken. Daar gaan we. Nee, je mag niet. Ik ben een journalist en we gaan gewoon de kerk in. Dat doen journalisten ook. Die zijn ook altijd hondsbrutaal. En laten ons zien dat de kerk leeg is. Dijver, je hebt gelogen. Ja, pas op, maar we zijn niet zondag. Op zondag. Maar hoeveel mensen mogen op zondag hier in de kerk? We kunnen alleen 30. Met corona alleen 30. 30. Maar dan zijn de plaatsen zo vergeven. Dan ben je te laat. Maar even praktisch. Hoeveel mensen komen hier nu echt op zondag, zo gemiddeld? Dat is moeilijk, hè? De realiteit is, iedere zondag misschien 20. Ja. 20. Maar is dat alleen hier in deze kerk? Nee, hè? Dat is ook in Vredeschapel, het is ook in andere kerken. Ook in andere kerken. Ja. Dus met andere woorden, er mogen officieel maximaal 30 mensen komen van de bisschoppen. Maar in de praktijk hoeven heel veel kerken helemaal niet met reservering te werken, want de mensen komen niet. Maar zijn de mensen, waarom komen ze niet? Heeft de premier gezegd dat we niet naar de kerk mogen? De premier heeft gezegd, blijf thuis. Dus de mensen zijn eigenlijk ontzettend gehoorzaam, want de premier zelf zegt, de regering, blijf thuis. En dan ga je zondags dus ook niet meer naar de kerk, want je moet thuis blijven. Maar niet zo lang geleden was er sneeuw gevallen op de berg bij Vaals. En toen was er een oproep van de gemeente en met borden langs de weg, blijf thuis. Het is veel te druk. Bleven de mensen toen ook thuis bij al die sneeuw op de Vaalserberg? Met de sneeuw niet. Niet blijf thuis, maar de laatste keer met de sneeuw, ze waren duizend voor de sneeuw kijken. Dus de sneeuw, dat is belangrijker. Dan mag je wel gaan. En de supermarkten, je kunt ook zeggen, ja, blijf thuis en laat de boodschappen thuis bezorgen. Dat kan tegenwoordig, is geen probleem. Superveilig, blijf thuis. De supermarkten, gaan mensen daar naartoe? Ja, naar de supermarkt is het zelf. Er zijn veel mensen in de supermarkt. Maar... En als de bouwmarkt dadelijk open is, zouden de mensen dan ook zeggen, ik blijf thuis, of gaan mensen naar de bouwmarkt? Ja, ze gaan naar de bouwmarkt. Ja. Daar gaan ze naartoe. En ik heb zelfs gehoord dat de vakanties die gepland kunnen worden in de zomer, nu al bijna uitgeboekt zijn. Dus mensen willen naar buiten en gaan naar buiten. Maar waarom willen de mensen blijkbaar niet naar de kerk komen? Want als een kerk als deze gemiddeld 20 mensen komen, wat is het echte probleem? De mensen willen niet naar de kerk komen. Maar het is moeilijk, hè? Ja. Als je naar de kerk komt, is niet iets gemakkelijks. Je moet iets overwinnen. Je moet ergens naartoe gaan. Mensen willen blijkbaar dat wat gemakkelijk is en dat wat leuk is en direct, ja, interessant. Of het nu sneeuw is of een bouwmarkt. Maar als het gaat over brood, ja, dan mensen zullen best wel naar de bakker gaan. Maar als jij nu, Dijver, niet iedere dag meer dat brood uit de hemel kon krijgen in de mis, hoe zou jij je voelen zonder mis? Ja, ik nodig de brood van Christus. Dus je hebt Jezus brood nodig? Ja, zeker. Hè? En ik denk niet alleen jij, hè? Wij allemaal. Dus met andere woorden, mensen kunnen zich rustig aanmelden voor de missen?
Ja, 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 zeker. We hoeven niet bang te zijn dat het alles uitverkocht. We hebben een hele plaats vooruit. Er is plaats zat hier. Men kan op corona-afstand van 8 meter hier komen. Iedere zondag van harte welkom.